Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe LEGO review. Vandaag zal ik set 70144 Levels Fireline reviewen. Het heeft 450 stukjes en 3 mannetjes. Deze set werd verkocht voor 50 euro in 2014. Dit is Level. Dit is een torso printing. Dit is een back printing. En dit is een been printing met deze twee leeuwen. Dit is een hoofd. Ik ga even het hoofd pakken van de Lion Legend Beast set. Ik kan al verschil zien hier bij zijn soort van kroon. Hier is het rood en hier is het goud. Hij heeft twee gezichten. Een gezicht waar hij er blij uitziet. En ook nog een gezicht waar hij er boos uitziet. Er is ook nog zijn neck attachment. Er is ook nog zijn zwaard. Dit is Krager. Dit is zijn torsprinting, backprinting. En ook nog zijn beenprinting met deze twee krokodillen. Dit is zijn neck attachment. Dit is zijn hoofd, hij heeft deze tanden en ook nog dit rood litteken. Hij heeft twee gezichten, een gezicht waar hij er blij uitziet. En ook nog een gezicht waar hij er boos uitziet. Dit is zijn zwaard. Hier hebben we een Mangus en deze dude is echt super cool. Dit is zijn hoofd en zijn hoofd is echt super nice. Hij heeft deze slurf, ik kan ook nog zijn botten zien. En ook nog deze twee slagtanden en ook nog twee oren. En hij kan ook nog iets vastnemen met zijn slurf. Hij heeft twee gezichten. Een gezicht waar hij er blij uitziet. En hij heeft ook nog een gezicht waar hij er boos uitziet. Dit stuk is één heel. Je hebt hier een soort van bruine vacht. Ook nog een grijze riem. En ook nog een soort van broek. Je kan ook nog zijn skelet zien. En dit was ook mijn allereerste Big Fig, wat ook nog wel speciaal is. En dan tenslotte heeft hij hier ook nog 3 cheese. Dit is ook nog zijn wapen dat je in zijn hand kan doen. Voilà, even zijn hand zo doen. En erin doen, voilà. En je kan ook nog een mannetje in zijn hand doen. Dus als ik even Krager pak, kan ik met zijn benen daarin doen. Wacht even, hoppakee. En ja, Mungus heeft nu eigenlijk Krager vast en kan het ermee slaan. Je krijgt ook nog een Chi-kristal in deze set. Dit is dan Levels Fire Lion. Kleine storytime, ik heb deze set gekregen toen ik 8 jaar was voor mijn verjaardag. En in 2014. Dus ja, daarom heeft hij wel een speciaal plekje in mijn hart. Want dat was een verjaardag cadeau. En ja, dit is gewoon een van mijn favoriete Chima sets dat ik heb. Laten we als eerste hier beginnen. Je hebt hier een klein soort van plekje waar je mannetjes kan plaatsen. Met een sticker daar, met dat controlepaneelachtig iets. Je hebt hier ook nog dit oranje raam hier. En je kan hier ook nog twee mannetjes zetten. De haar kan je ook nog bewegen naar achter. Voilà, Krager zet ik even hier rechts. Voilà. LFL links. En ja, er passen hier twee mannetjes op. Er zijn hier 6 stickers. Er is een sticker. Dat daar. Dat ding daar. Dat daar. Dat Phoenix logo hier. En ook nog hier. Je hebt ook nog plaats om je wapens ergens aan te hangen. Dus als je dit naar voren doet, heb je dit klein clipje. En dan kan je Levels zwaard hier aan hangen. En dan terug naar achter doen. En als je dat dan omdraait, kan je dit ook nog naar voren doen. Dan krijgen ze zwaard hier aan hangen. En dan dit weer naar achter doen. Oh, en hier is er ook nog een sticker. Dit. En ook nog hier. Als je de set omdraait. Oh wacht, dit is ook nog een sticker. En ook nog aan de andere kant dit. Dus hier vanachter heb je een Fire Chi. En ook nog deze kleine opbergruimte. Als je dat opendoet, heb je dit klein doosje ofzo. Waar je dan de normale Chi kan indoen. En dan kan je dat weer dicht doen. Weer daarin doen. Oké, en dan weer dicht doen. Je hebt hier ook nog dit kanon dat je kan bewegen. En ook nog helemaal 360 kan draaien. En natuurlijk kan je het ook nog afvuren. Er is ook nog een sticker. Hier vanachter heb je dit ding waar je kan aan trekken. En dan gaat dit voertuig eigenlijk in Fire Chi Power Mode. Hier heb je ook nog 2 stickers. En zo ziet het eruit als het helemaal in Fire Chi Power Mode is. Hier heb je ook nog een soort van motor. En dit ding kan natuurlijk ook nog rijden. Zoals je hier kan zien. Hier vanachter heb je ook nog een beetje gereedschap. Je hebt een hamer zoals je hier kan zien. En je hebt ook nog dit ding. Even daaruit proberen te halen. Wacht. Ja, oké. En je hebt ook nog dit ding. Je hebt hier ook nog deze handen met deze klauwen dat je ook nog kan bewegen. Dus je kan naar boven, naar beneden, naar boven en ook nog naar beneden doen. Dus ja, ik kan gewoon een beetje deze dingen bewegen. Ik heb de instructies en ook nog de doos. De doos is wel groot, dus ik ga even naar achter moeten. Wow, hopelijk blijft die staan. Oké, je hebt het Lego Legends of Chimas, dus een 3 logo daar. Met Level in de rechterbovenhoek. Leeftijd in 8 tot 14, set nummer 70144, Levels Fireline. Je hebt er ook nog Enter Fire Chi Power Mode. Je hebt er ook nog de mannetjes met de namen. En dan gaan we de set omdraaien. Dus gewoon, voilà. Oké, hopelijk blijft het staan. Je hebt, daar heb je het logo, setnummer. Enter Fire Chi Power Mode. Wat is het? Lift to activate Fire Chi Power Mode. Oké, ja.
Je hebt daar de kanonnen dat je kan afvuren, of kanon dat je kan afvuren, het is er maar één. Hier heb je een foto waar dat ze de chi hebben een soort van gekregen, of weet ik veel. Maar het zit in die doos, je kan het daar zien. Je hebt een advertentie voor de Lego Chima website en daar heb je ook nog lego.com/chima. Dit zijn dan de instructies, je krijgt twee boekjes. Bij boek 1 heb je advertentie voor de website. Je hebt ook nog advertentie voor de Anti-Fire Chi Power Mode en ook nog de Detachable Vehicle Included. Of Detachable, sorry. Heb je ook nog deze checklist. Ik ga even naar achter gaan. Dus je hebt de Veilkrijger, alle helden en ook nog alle slechterikken. En je hebt ook nog advertentie voor de sets. Wow, er is wel nog redelijk veel advertenties. Dus hier zie je alle sets. En dan hier heb je ook nog sommige sets met setnummers. En dan ook nog, dat is alles voor de advertenties voor boek 1. En voor boek 2 heb je advertentie voor de Lego Club. En ook nog Legoland soort van tickets. Dus kids go free. En dan heb je ook nog deze foto met lego.com/chima. En dat is ook alles voor de advertenties. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Geef een like, abonneer hier beneden, klik op badge dat je nooit een video mist of reeds. En dan zie ik jullie allemaal later in dikke, vette, oh yeah!